Hey, welkom terug. Dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Europa Universalis 4 met de Paper State. En de waarheid gebiedt me te zeggen dat ik deze nu voor de derde keer ga opnemen. Er is iets niet helemaal goed in mijn settings, waardoor aan het einde van de opname bleek dat halverwege het filmpje bevroor. Dus met geluid, zonder beeld. Dus we moeten het even opnieuw doen, maar dat gaat vast goed komen. Ik heb dus al wat ideetjes. Ik weet al wat voor peace opties ik kan doen, bijvoorbeeld. De hele toffe optie is om hier met de Ottomanen een deal te maken waarin ik gewoon Constantinopel opeis. Dus dit als peace deal. Op zich wel grappig. Ook een optie om het zo te doen. En ik heb ook al een optie gehad waarin ik het zo deed. En dan hier een stukje aan Oostenrijk gaf. Dus het kan allemaal. Ik weet ook dat het nog heel even duurt omdat we even moeten wachten tot deze stad valt. En dan nog een beetje tijd. Hier in Tunesië ook... een aantal opties. Dit was het plan. Maar met die twee eraf kon ik dit helemaal pakken. Dus dat zijn ook nog opties. Waarbij dit wel niet zo heel handig is. Wel qua gebied. Maar die kan ik niet gelijk coren. Dus wat dat betreft is het handiger om gewoon een stuk flink stuk van de kust in te nemen. En daarna gaan we natuurlijk langzaam richting Milaan. Maar ik wil ook niet te veel verklappen wat we in ieder geval kunnen doen. Dus de vraag of we dat gaan doen en hoe we dat gaan doen. Maar dat zijn in ieder geval de opties. Ik ga mijn forten even uitzetten. Ik weet dat ik die niet meer nodig ga hebben. Want het leger wat tegen me is maar 5000 man. Ik weet ook niet echt waar dat leger is. Zij regelen de stad hier wel. Zullen jullie daar even bij sturen om de zaak af te breken. Oh, dat is de trade fleet. Protect trade. Constantinopel of Alexandrië. Waar is mijn transportvloot? Daar zo. Even kijken. Fix ze maar even op. Zo. De vloot die gaat naar daar. Jullie gaan juist, jullie gaan naar daar. Die kan dan hier de stad blokkeren. Oh, dat hoeft dan niet meer. Dat is al gevallen. Nou, top. Dan mag je wel in de haven blijven wat mij betreft. Alright. Ik ga een claim op deze. Show province. Paper State has permanent claim. Ja, top. Oké. Okay. Goed zo. Dan is dat het voor nu even. Jij daar naartoe mag. Ja, nu is even de vraag wat we dan straks met de Ottomanen doen natuurlijk. Ik vind het heel wat. Vlootje hier. Een beetje doorvaren. Even een klein beetje opkrikken. Wow, mega opstand. Oh, Nederland is zich aan het vormen. Dat is vroeg. Dat is heel vroeg zelfs. Dat is zelfs een beetje incorrect zou ik zeggen. 1544. 1566 is pas de beeldstorm. Maar goed. Oh, Frankrijk gaat ook wel lekker tegen. Wauw. Frans, Castile, Castilian West Indies, Brittany, Lucca en Aragon tegen. Brunswick. Ja, daar ga je niet winnen, denk ik. Een beetje doorvaren nog. Kom op, je kan het. En split. Oké. Sell ships. Oh, dat kan niet, want ik ben in oorlog. Right. Ik heb overnames, denk ik. Nou ja. Wat doen we nou met deze peace deal? Ga ik... Ja, dit gaat hij nooit goed vinden. Die wel. Die wel. Is dat één regio? Ik dacht het wel. Ja, perfect. Oké, doen we dat.
Met een Pillage Capital. En 18 cash. Is dat de hele piece deal? Nee. Ja, dat vindt hij alweer te veel, maar dan is dit, doe het zo. Hoeveel geld mogen we hebben? Niet heel veel, maar alle beetjes helpen. Goed genoeg. Hop. Close. Oké. En met jou... Oh, dat duurt dan heel even. Niet te lang duren, anders gaat het mijn verloot kosten daar bij Nederland. Ja, dit is een prima deal volgens mij. Klein beetje ruzie met de buren, maar dat is oké. Kijk, die kan ik allemaal koren, allemaal kustprovincies. Past alleen niet helemaal. Ik wil beginnen met de grote of de kleintjes. Doe maar de grote jongens. Zo ja. Hij is al 48, maar maak hem nog maar ietsje sterker. Summon Diet. Clercy overextension. Have an army equal to France. Lowers army maintenance. Daar ben ik sowieso voor, dus dat gaan we dan doen. We hebben nu vrede. Dus we kunnen het niet verder doen. Dat zal allemaal wel. Zo. Stop. Die vloot is gesplitst. Sell ships. 2,50 voor 4 stuks. Helemaal goed. Dat is wat beter dan de vorige keer. Sell ships. Dan moet je hier 180 voor betalen. Dat vind je weer te veel. Engeland. Die heeft er niks voor over. 50. Nope. Nee, ik kan het nooit betalen. Nee. Jij bent in oorlog. 3 stuks. Kan niet betalen. Friesland. Denk het niet. 40. Nee, dat bedoel ik. Denemarken. Nou, Holland dan. Sell ships. Ja, maar lekker. 2 verkoop. Zo, ships krijg ik waarschijnlijk ook 120. Ik krijg 90. Ik verkoop zo wat. Zo, ships. Voilà. There you go. Oké, dat is opgeruimd. Dat is mooi. Daar is een opstandje. Dat is bij deze dan ook neergeslagen. Juist. Het leger misschien iets te groot volgens mij. Even kijken. Merge. Dacht ik. Oké. 8, 2, 4. Daar wil ik 10, 2, 5 van maken. Dus 2 van jou. 1 van die. Select. Waar is mijn transportvloot? Oh, die zit hier nog. Oké. Haal die maar even op. Twee en één. Doe ik een keer. Twee en één. Select. Board. Die ook. Kom maar. Eentje weer mee. Gaan we daar. Cool, die zit er nog even in. Dus prima. Repay loans. Toe, base production Shanna. Dat is altijd fijn. Even wat aggressive expansion weghalen. Lose stability of lose army tradition. Het is allemaal professionalism, dat is wat anders. Ik heb toch liever wat loyalty daar. Oh, je kan het lopend af. Nou, maar dan mag jij blijven zitten. Mothball. Nog even mottenballen. Kan jij niet?
Oh, die komt 1 puntje kort. Nou, die eerst. Oké. Okay. 10, 2, 5. Die anderen zijn onderweg. Die moet dan 20, 4, 10 worden. Hoger, lose 50 deploy, lose 100 of lose 10 prestige. En de trader gaat dood. Dus ja, gaat toch een keer. Lose court. Of gewoon lose 100 deploy. Ja, hij brengt hem ook redelijk makkelijk terug. Hij levert 5 per keer op, dus is 20 maanden lang en dan heb ik hem terug verdiend. 20 maanden, dus anderhalf jaar. Ja, dan kan hij dus ook doodgaan natuurlijk. Ook wel vrij duur in onderhoud. Wordt onderuit. Improve relations. Zullen we wel even handelen als we dat doen? Wat ik ook blij wat. Ja, natuurlijk wat opstandjes aan de gang. Zoek, het is mijn missie niet gelukt, toch? Is nu 65, wist hij nu niet helemaal. Ja, dat was hem. Wacht even. Merge. Oké. Okay. En dan ooit weer 2 uit. Want om het de achievement te halen. Opstanden: Papal State, Modena, Ferrara. Nou, laten we daar maar op wachten dan. Andere opstanden: Tunesië. Ja, daar zijn we op voorbereid. Zo. Root out corruption. Zo, laat hem in ieder geval niet verder groeien. Payback loan. Advisor cost, wat goedkoper. Of verlies trade power. Nee, dan mag het goedkoper adviseurs. Ja. We hebben nu 47% van het land in handen. Dat is goed. Nog een jaar voor de truce ophoudt. Oeh, die is klaar om te firen. Ik wil Milan als mijn nieuwe rival. Dat is de tanger. Nou, in de hoop dat de opname nu wel gelukt is. Waar zat hij? Daar zo, denk ik. Juist. Off you go. Halen we dat? Jawel. Ik denk het wel. Provoke. Prestige. Verlies wat geld. Prima. Die opstand is gewonnen. Oh, nice. Oeh, Frankrijk. Moet jij even op het verkeerde moment binnenvallen? Thank you for taking care of that. Oeh. Zit nu ergens in? Nee, niet echt. Die kan ik ook nog nergens naar beneden brengen. Zo. Punten. Claim, claim. Waarom kan dat niet? Waarschijnlijk 50 nodig, dat is dan weer jammer. Fabricate claim, ook kan wel. Barcelona, oké. Okay. Allies een beetje tevreden houden. Wow, Mamluks gaat lekker. Ja, dit gaat hem heel veel punten kosten. Maar goed, we gingen deze aflevering
afronden. In de hoop dat hij dus gelukt is. We gaan het zien. Ik zeg voor nu bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer. Als we waarschijnlijk wel de Kingdom of God gaan krijgen. Het enige wat we nodig hebben is Milaan. En die truce is over in oktober. En dat duurt nog maar een maandje of 8. Dus dat gaan we zien. Voor nu bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer.